my god, mensen. Vandaag is zaterdag. Dus zeg goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blue. Hoppa. Nieuw dag, nieuw vlog. Ja, het gaat echt de max van een weekend worden, want ik ga naar Comic-Con Nederland. Dat ligt in Sint-Hertogenbosch. En ik ga daar samen naartoe met een special guest. Dat hadden we natuurlijk nog kent van andere vlogs, maar het is al lang geleden dat je hem misschien een keer gezien hebt in de vlog. Dus maar het wordt sowieso echt de max. Ik ben hier gezellig, vraag u misschien wel willen. Het is heel vroeg, het is nog maar 6:10. Maar ik ben nog maar juist wakker. Ik heb vlug mijn kleren aan. Mij even verfrist. Ik heb vlug mijn kleren aan gedaan. En je vraagt u misschien af waar dat ik ben. Ik ben momenteel in Waregem. Vraagt u misschien ook af waarom ligt die keuken zo overhoop. En dat is omdat er gisteravond een zwaar feestje geweest is. Een goed feestje geweest is. Voor de papa van Anouk. Omdat hij officieel gisteren in pensioen gegaan is. En er was hier het was hier een feestje in zijn huis. En het was hier, denk ik, een kleine 100 mensen. Dus ja, dat is al een keer de moeite dat je 100 mensen kunt uitnodigen in je huis. Daarom dat hier nog allemaal een beetje overhoop ligt. En hier ook. Maar ja, dat is wat dat is. Dat is altijd zo. Maar ik moet om 7 uur in ergens zijn. Dan gaat wel zien waar, hoe en wanneer. Wanneer weet je, want het is binnen om 7 uur. Voilà, kijk, ik ga vertrekken op mijn maxke. Ik ga mijn zak mee pakken. Ik heb alles klaargemaakt. En vanavond gaan we dat zelfs blijven slapen in Sint-Hertogenbosch. Ja, het gaat echt de max zijn. Normaal was het, het was totaal de bedoeling niet dat wij daar naartoe gingen gaan. Maar ik ben in verlof momenteel en de andere persoon die wil meegaan met mij vroeg, ja, wat doe je eigenlijk? Ik ben ook in verlof, zullen we misschien ergens een keer naartoe gaan? Ik zeg, ik zal een keer rondkijken. En dan het eerste wat ik zag was Comic-Con Nederland en ik dacht van, daar gaan we een keer naartoe gaan. Ik ben er nog nooit naartoe geweest, dus het was sowieso de max. Goed, genoeg geluld, genoeg gezeverd, we gaan een keer vertrekken. Let's go, yo! Mensen, vandaag zijn we onderweg naar, naar waar? Noorland? Maar waar is het? Naar Sint-Hertogenbosch. Sint-Hertogenbosch. Ik heb dat al gezegd. Dus ja, het is met Koen, hè, dat we gaan. Dus ik had gezegd, het is met een special guest. Ah, oei. Ja. Ja. Wees speciaal is er niet aan. Allee, waar dat hier? Ja, maar ja, we zetten hem op het rechtse rijvak achter een kamion. Ja, maar ja, jongen, ja. Hoe lang rijden we al met Noordwijk? Ja, maar ja, maat, ja. Ik ga rijden, dus your chill rules. En op het gemak, voilà. Give us the rules. My car, my rules, my driving skills. Ja, die hoeft niet, ik zeg ook je mee. Maar jongen, alsjeblieft. Breed 80. Maar ja, ik ben zo... Hey, ik heb maar een 1200, kijk op. Wat is dat maar, een 1200? Ah, ja, tuurlijk. Dat zeg mij dan. Ah, ja. Je moest dat was een klein motorken, hè? Ja, maar had u op hoofd, het vond ik wel nice. Dan kan mijn BMW, zeggen, mijn BMW in de auto laten staan. In de garage. Een BMW? Ja. Oh, man. Ja. Ja, een blauwe duizen. Het is vriend. Mooi, is er wel door, hè, voor de keuring. Ah. Het is weer een jaar goed, hè, man. Ah, nee, ben blij. Ben ja. Blij. Als er iemand wil kopen, kan een handtekening opzetten. Ja. 10k. Met een nagel. Koentje.
Nee, en Westen met Koen. Ja. Het is al lang geleden dat ik hier in de vlog geweest ben. Ik wou het doen voor de fans. Voor de fans. Voor de fans. Voor je kanaal te boosten. Ja. Elke keer wel een paar duizend volgers bij had, weet je. Ja, mooi. Dat binnenkort in AZ komt, hè, mooi. In AZ? Local retard does it again. Nee, maar het gaat een leuke dag worden. Ja. Ja, hoe voel bij. Ja. En ook goed uitgerust. Hij ook. Ja, wauw. En goed uitgerust. Dus zeker 3 uur slaap gehad. Ik heb 4 uur slaap of zo. En hij had al 5 dagen weg geweest naar Duitsland. 3 dagen. Wat was het? 3 dagen. 3 dagen. En wat hij daar uitgestoken? Veel gewandeld, hè, mooi. Hij had nog benen over. Kluk. Nee. Moest het. Ja, het was leuk. Was leuk, ja? De gewoon niet de plaatselijke hutjes bezocht. Het was leuk. Ja. Maar je kreeg wat detail, ja. Wat heb je daar allemaal gedaan? Beetje gaan wandelen? In de bosjes? Natuur verkennen. Natuur verkennen. Ben ik een natuurmens, maar. Ja. Op zo'n moment dat je beseft dat je natuurmens bent. Ja. Het is op zo'n moment. Zo. Ik aandacht voor de natuur, ja. Aandacht voor de natuur, ja. Zo ben ik, hè, ja. Ik heb een hut zien zitten in een hutje. Ja. Ruitje, naar buitenruitje kijken, poeltruitje. En dom kleurt. Oh, ja, oké. Dan, het zal een vlog worden van nu bij wat? Wat is dat, mijn ding? Van schuim. Allee. Tot ziens, mensen. Peace out. Ja, yo. Voilà, we hebben hier ons eerste stopje gedaan aan zo'n wegrestaurant gedoe, weet ik veel. Koen is ondertussen een beetje aan het stretchen. Voilà, zie. Nee. En we gaan hier, weet ik niet, gewoon een beetje onze benen stretchen of weet ik veel allemaal. Let's go. Allee Koen, wat moet je aan? Een wopper? Ja, zo. Wat moet je aan? Oh, dat volgt me. Koffietje? Lukt niet? Ik doe het niet. Maar het is gewoon saldo, 10 euro. Kost dat 10 euro voor een café? 10 euro. Excuseer, kun je een keer helpen? Gaan we nog kiezen vandaag? Of, Gewoon niet. Goed, gewoon niet. Snap je? Shit weg, niet man. Maar het is met de kaart. Ja, ik weet maar, je staat stil. Ah. En wat ga je dan doen? Een koffie drinken, ja. Wachten op de volgende. Nee, ik ga die mensen zo bijstaan. Het ziet een beetje zitten eigenlijk. Een beetje zitten ons weekendje. Weet toch dan samen alleen op elkaar? In de kamer. Was ik vergeten. Het zijn al 3 debielen achter ons te kijken. Weet je wat mij nog overvallen wordt? Wat loopt die morgen volk? Het is eigenlijk einde beschaving, man. Je ziet het, kijk. Wat is dat? Niet famen. Ja. Ik kijk hier weer op mijn kloot. Zou dat mogelijk zijn voor mijn privé te respecteren, alsjeblieft? Allee, poging nummer 3. Moest er al echt nog een koffie aan of zit het? Hier niet. Shit, man. Hé? Je mag je aan vertrouwen. Allee, broer. Verstoot je me niet, het is gewoon dat. Plus dat ze hier zo'n kan in, weet je? Hun kan koffie, een euro, hier. Voilà. Moet er nog iets uit, hoor? We moeten er eigenlijk allemaal beuren tegen de koffie kijken. Je kunt het chicken in mijn pot. Ja, allee.
buiten een brug. Allee, het is al melk. In zin. Café au lait, juste au lait. Een klein beetje koffie. Al de rest is melk. Ja, allee. We gaan een beetje verder heen. Lukt het? Ja, zie. Is het niet goed? Ik kon dat niet op mijn knieën krijgen. Is het niet goed? Is het niet zus? Kom, zeg maar wie. Wat zijn jullie aan het doen? Is dat uw roeren? Mijn ochtendroutine. Ik doe er nog drie. Ah nee. Melk. Ja, kijk. Je kunt niet alles in het leven, hè? Wat heb je eigenlijk besteld? Latte macchiato. Ah, maar ja, dat latte. Ah ja, maar dat is met vele melk, hè? Ja. Maar ik ben blij dat ik u in mijn leven moet. Ja, maar ging toch meepakken in Notto? Ja, ik zit in Notto. Het is toch een speciaal jongens, hè? Ja, ik weet niet wat er hier toegekomen is, maar wat voor marginaal volk was dat hier allemaal? Het is like zo'n zigeunerbus of zo. Zigeunerbus. Hey, ik heb die mensen nooit gezien. Ja. Zelf in Eklo zie je dat. Maar die mensen hebben nu ook nog nooit gezien, ze. In Eklo. Die mensen zijn misschien juist de laatste van u, hè? Mm. Ja, wat voor een rare dan. Kom maar naar buiten voordat mijn gevoelens kwetst, joh. Voilà mensen, we zijn toegekomen. Ben je blij, Koen? Heel blij. En hoe lang hebben we nu erin? Twee uurtjes? Een half. Twee uur met pauze. Ja, twee uur met de pauze erbij. Met de koffiepauze. En voilà, kijk, Koen heeft ook zijn rugzak. Een keer uw rugzak, Koen. Ja. Meer nerdier kan het niet zijn. Heb je mijn wapens gezien? Uw wapens? Hang er wapens aan. Hoi. Wat zijn uw wapens? Oeps. Wops naartoe. Oh, ja, dat is wel echt zot. We zijn een officieel man. Allee, we gaan naar binnen, hè. Ja, let's go. We hebben nog een chance, Koen, dat er geen lange rij is. Dik schip. Ja, wat moet je anders doen? Gewoon thuiskruipen. Nee, jongen, dat gaat niet. Je moet gewoon moet de rij respecteren, ja. Oké? Je moet de rij respecteren. Het is een kilometer rij. Ja, het is zo. We zijn, het is nu 9:45. Hoe laat gaan we binnen zijn? Ten half. Ten half? Meen het? Meen het. Het is tot achter een doek. Tot achter wat? Achter een doek. Tot achter een doek. Moet kijken. Hey. Die zijn er al 10 minuten aan het stappen. Soms dat ik een lunchpakket mee heb moet. Zo, ham van deze kant staat in de Subway aan dat ons door al staan. Allee, maar het gaat wel rap gaan. Ik heb er vertrouwen in. Ready, set, go. De Koen had dus voorspeld dat we om 11 uur maar ging binnen zijn en het is nu 9:40. Dus we hebben een groot half uur en we wachten. Zo van, hè? Dat is nog chill inderdaad. Dat is nog chill, hè? Ja. En heb je hier al speciaal volk gezien, Koen? Dikke reten. Oké. Okay. We zijn in de Red Light District. Sorry Anouk, we waren eigenlijk niet op Comic Con. We zijn aan Acanthus. We zijn aan het doeren. Yo, man. We'll be right back.
Kupt hem. Koen, kupt hem, jongen. Durf niet. €30. €30. Houd het kupen. Ik ga dat kupen. Het is lekker man. Ja. Ik wil het niet. Waarom niet doen? Sorry. Voilà mensen, dat was een beetje de beurs, maar ik moet wel zeggen, het was echt niet zo groot. Het was eigenlijk één grote zaal en dat was het. Tegenover Fact zei je er 3 of 4 zalen. Hier was gewoon eentje. Het was, Koen? Een grote depressie noemen wij dat. Maar ja, niet overdrijven. Dat is weer Koen, dat is weer heel overdreven. Het is ook plezant, maar één zaal. Maar het is, dus, ik ga het nog een keer doen. Dus wij zijn hier nu 2 uur binnen of zo. En moet kijken hoeveel volk dat er nu nog altijd staat. Dat is gewoon niet normaal overdreven hoeveel volk dat er nu nog staat. En dat moet nog allemaal naar binnen. En het was al mega veel volk binnen. Maar ook de standhouders. Hetzelfde gelijk op Facts. Met de same shit dat ze niet verkocht krijgen omdat het te duur is. En ze nu meer. Ja, het is allemaal... Het is waar, hè? Hé, maar je hebt al gezien, dat zijn al 4 rijen, hè? Ja, ik versta niet waar dan die mensen onder enthousiasme van blijven halen. Dat is gewoon niet normaal. Waarom zijn wij hier eigenlijk? Maar we gaan nog een hotelletje doen, hè, Koen? Een hotelletje met een jacuzzi'tje. Ja, dat jacuzzi, of wij weten wat, het gaat misschien een bad zijn, een lote scheetje. En het ook een jacuzzi'tje zijn. Het is goed. Wel een bad, hè. Dus, wat gaan we doen? Wat gaan we nu doen? We gaan kijken iets voor het eten. We hebben al een Subway gezien, een beetje verder. En dan gaan we misschien een keer naar het centrum gaan, hier in Sint-Hertogenbosch. En dan erachter naar het hotel, vanavond iets gaan eten of zo. Represent. Hier. Ja, we gaan represent Bruce Laurie en Igloo. Igloo, oké. Goed, alle. Zeg, mensen, tot ziens. Peace out. Mijn jongste. Dat heeft pijn. Hij kon zijn keer liedjes. Allee, weg. Allee. Is ASAP. Wat, hey, waar staat mijn notto eigenlijk? Het is een witte. Het zijn al weten. Ja, eigenlijk. Dat is uw gevoel. Ja, nee. Het was meer naar door. Ik weet het ook niet meer. We vinden gewoon onze noten niet meer. Het is dan een groot parking. We weten, kijk, ik heb er nooit op gelet. Typisch wij. Op wat moet letten? Streep naar de grond. Ja. Ik ben moe, man. Allee, maar ja. Zo'n 10.000 tot, oh, ik ga niet op let. Ik weet echt niet meer met notto's. Ja. Volgens mij is het meer naar daar, Koen. Ik weet niet meer of dat we nu voor die inhang stond. Ik weet het ook niet. Ik weet niet of dat we voor die inhang daar, of dat we er neven stond. Ik weet het niet. Hey, hier is dat hier. Hij staat daar. Ik zie het aan de zwarte zang. Maar mensen, we zijn nu in Subway. Nog altijd met Koen. En Koen, wat ga jij pakken? Footlong? Zo'n ritsel. Een broodje. Gewoon brood. Ik ga steak and cheese pakken. Wat is dat, BLT? BLT. Bekende... Weet ik dat niet. Ik ja niet. En wat ga je pa? Met kip? Sowieso met kip, hè. Voor je gains. Ik weet niet, man. Oei, let niet veel meer in, man. Wat dat nu? Wat is er gebeurd? Ja. Ik steak en cheese. Jo. Hé, hey, nee, ik wil iets anders eten. Ah, oké. Okay. Welke bijten van een broodje? Ah, bijten van mijn broodje. Ja. Dan bijt ik van uw broodje. Hehehe
zijn hier op een parking in het centrum van Sint-Hertogenbosch. Goed, lekker geurtje hier. Het is hier een mega pisgeur, ik zweer het u. Dus... Naar haar dan bij u thuis. Het is naar haar van uw bek. En ja, we gaan hier een beetje in het centrum een beetje wandelen. Dan gaan we naar het hotel gaan. Dan waarschijnlijk gaan we van het hotel gaan we een keer een cinematje doen. En dan gaan we misschien iets gaan eten of zo. Want we zien de mensen. Hè? Pipi! Wat? Doe een chill. Hun chill met de bellen. Mooie hygiënische. Als ze stinken dat dat hier. Wat boerke dat even is. En, maar, het is misschien niet zo proper, maar het is wel goedkoop, hè. 3 euro voor een uurtje. 3 euro per uur is gewoon een parking. Ja, man. Ik ben bleut. We zijn hier op een markt, hier in het centrum en ja kijk, de Koen is op zoek achter een hoesje. Spannend hè? Ja kijk, dus hier zijn er hoesjes, maar dat is juist in de winkel binnen geweest, maar het was 15 euro. En Koen zegt, ja maar AliExpress is 2 euro. Waarom koop je toch niet op AliExpress? Mijn marktstuk. Wat blieft? Ah ja, met okay. Hier is het 5 euro. Bij hetzelfde. Ah ja, het is hetzelfde. Wat is deze? Koen is aan het vragen of je dat is. Voilà. En hier is 12 euro, dat juist was 15 euro. Dus het is goedkoper, hè, Koen. Ja. Kunnen we beginnen koop mee? Die bestaat. Ja, dat is 12 of 10? Dat wel lukt, nee. Ja. Waarom koopt hij eigenlijk zo'n hoesje? Waarom koopt hij dat, zo'n hoesje met zo'n flapje? Dan moet geen, ik vind dat mega ongemakkelijk. Portefeuille mee bij hem. Ah, moet geen portefeuille mee bij. Wat is er dan nu al verkeerd dan? Heel mijn leven heb ik portefeuille bij. Dat had eigenlijk niet nodig, wat gebruikt je daaruit? Maar waarom? Al heel uw leven draag je al hier steekt u belangrijke kaarten in. Je identiteitskaart, uw bankkaart, een foto van uw ma. En hier steekt u uw geld in, uw briefjes. Geld, ja. Maar mensen hebben toch niet veel geld meer bij cash. Je steekt je geld in en die zet je gsm. Ah, en dan zo. Doe je gewoon zo. Ja. En alles is safe. En als je verliest, zijn één keer alles kwijt. Dat is makkelijk, maar geen zorgen meer. Ça va, ça va. Dus hoeveel tien? Zou er weer geen kloten van. Hij is aan het afbieden op de gewone markt. Dat is juist, was het 15 euro in de winkel en hij vraagt in de winkel, is het goed voor 10 euro? Matje, we zijn hier niet op de rommelmarkt. Jij weet. Zijn u blij, ja? Voor iedereen die het niet weet, je haalt moet je zelf niet plooien, je kunt dat schoon, dat is gemaakt. Je smaakt dat niet scheurt en krukt en dat het nog helder is. Het ziet er wel echt handig uit. Maar nu... Het ziet er wel handig uit, Koen. Zijn jullie blij? Ja, ja? Ben op leeftijd, dan moet het allemaal een beetje makkelijker zijn voor mij. Dus, ah ja, ze op leeftijd, ja. Dus dat is juist iedereen gekocht voor 10 euro. En we kijken juist op AliExpress voor juist zelfs 2 euro. Ja, maar 3 maanden wacht even naar tijd. Ja, wel. Maar... 8 euro. Ah ja, 2 euro. Wat is het belangrijker? Wachten of 8 euro verlies? Het leven is veel te kort om te wachten. Ik vind het altijd mogen duwt en dan sterf ik zoem de duim in de zak. Ah ja, want dat zul je wel echt missen. Daar komt hem op neer. Hè. Het leven is hoesje. Kevin gaat nu kaas proeven. Het hoogtepunt van zijn dag. En? Voel je het in Holland? Echt meer dan goed. Helemaal te gek. Ik wil heel goed aan mij. Ja, ik laat me meer besmaken. Ik krijg niet helemaal. Koen, kapoen. Mijn bek stinkt al genoeg. Ja,
En die, ja, die. Dat zijn nog schoon. Dat goed kijken. Zijn nog schoon de. Moet je zo, zo gewoon. Het zijn Robin Hood schoen. Robin Hood gewoon basket. Ja, jongens. Hé, hey, hoeveel winkels zou je nog doen voor je schoen? Ik moet een keer schoen zoeken. Ja. Hoe lang kunt u, Koen? Oké, we zijn weer 32 uur later. Koen heeft nog altijd geen schoen. We zijn, ah, toch? Heb je gekozen? Wat denkt u? Ja, het zijn schoenen. Hoeveel ga je betalen? Je kunt dat niet lezen. 40 euro. Dat is gewoon van 80. Zo is het naam van de prijs. Allee, verkocht. We zijn alweer aan het kijken naar... Jong. Wij dan. Je kunt het toch niet laten, hè. Wij erop mijn beter opstaan. Hé. Hey. TP Blue Exclusives. Ja. Joep. Allee. Betold. Dan we hier alsjeblieft weg kunnen, het akkoord. Voilà mensen, we zijn toegekomen aan het hotel. Hotel Brasserie Oud-Maden. Voilà, wat vind je ervan, Koen? Meer moet dat niet zijn. Meer moet dat niet zijn, het is toch goed? Is hij een beetje moe, hè, Koen? Nee. Ja? Hij ziet dat hij moe is, want hij is niet echt spraakzaam. Koffie drinken. Koffie, allee, weet je wat? Maar kijk, we kunnen hier waarschijnlijk ook een koffietje drinken hier in het hotel. Hé? Allee, we gaan een keer naar binnen, we gaan een keer gaan kijken. Let's go, yo. Voilà mensen, we zijn op de kamer. De Koen ligt klaar. En Batman is er ook bij. Ja, nee. Dus we zijn op de kamer gekomen. Voilà, dat is de kamer. Heel simpel. Twee bedjes. Wat er wel cool is, is dat er Netflix op de tv is. Dat is wel de max. Dat is de badkamer hier. Voilà. De Koen heeft al een douche gepakt. Dus voilà. Dat is licht. Gewoon basic. Wc, douchen. Voilà, lavabo. Dus meer moet me niet aan. Voilà, normaal plan was voor naar de cinema te gaan, maar enkel de film Super Mario is de film dat ons interesseert. Maar wat er ambetant is, hier speelt de Engelse versie in 3D. En dat is, ik zie niet graag 3D, ik haat 3D. En daarom gaan we niet naar het cinema gaan, maar gaan we gewoon subiet naar Albert Heijn gaan ofzo. We gaan achter een chipke, achter 12 te drinken. En dan om 6 uur gaan we hier eten in het restaurant van het hotel. En daarachter kunnen we nog naar 1 of 2 films kijken, allemaal wel hier op Netflix. Voilà. En het is weer geld uitgespaard, dus gives a shit. Voilà, dus dat is wat we gaan doen. Ik ga mij nu douchen, Koen. En hij, wat ga jij ondertussen doen? Eenzaam zijn. Eenzaam zijn? Gaat het lukken? Kom hier, mijn vriend. Kom hier. Don't touch my face with your peepee hands. With what? Peepee hands. With my peepee hands. Ja. Wanna see my peepee? Yeah. Okay. Goed, oké. Okay, let's take a shower. Voilà, zijn mensen. I'm ready. And you, Freddy. Are you ready? Voor heel dam dan. Dat, maar gewoon, een beetje deftig zijn. Beetje, ja, proper. En we gaan wel samen gaan eten, een zoetje. Tenslotte wel een freestyle hotel, dus. Hé, met zijn nieuwe, hoe noemen ze dat, patas in uw stijl, hè? Is dat patas, dat ze noemen? Man, die stijl. Want de Koen ja, praat nu een beetje anders, man. En vanaf nu praat hij zo, man. Ik zei, dat is juist wat ik het echt beu, hè. Ik kwam daar in die winkel, jij zo, ja, dat is ook wel mooi, man. Mooi. Ik zei, jongen, ga ik eens stop met zo aan zo te babbelen eigenlijk? Ja, want West-Vlaams is beter. Maar nee, maar wie weet er nu dat leert? Ja, man, is goed, broer. Ja, is goed. Is goed, is goed, broer. Goed, man. Jongen, toch, echt. We zijn van Iklu, oké? Retro. Hoi.
Voilà, we zijn hier in het dorpje Lid. Daar is de supermarkt. En dat je gevonden, de Plus noemt dat dus, supermarkt Plus. En daaronder staat erop Kwakkenbos. Kijk, dat is weer speciaal voor u. Laat je ook al met uw kwakske. Op een koolkopje. Laat je ook al met uw kwakske. In een bos. Ik had dat nog niet zo lang geleden gezien, de keer. Weet je nog? In een bos? In een bos. In een hutje. Weet je ermee? Oh no. Oh, nog een taartje deed misschien. Bol. En dan gaan bruine bol. Lekker tepels. Bruine tepels, daar zit er wel zot van. Hè? Dat ziet gewoon meer lekker uit. Moet je, ik zei, we gaan een snacksje kopen voor Netflix te kijken. Ja, een taartje kopen. Laat dan in koffie. Ja. Koffie. Hey, koffie. 62 calorieën. Oh jongens, ja, maar ja, hé. Hey. 8 uur. Hé, hey, mate, wat zei je? Ah ja, ja. Zijn spiertjes zijn weg, hè. Is... Oh, hier in de spiertjes. Ja, allez, hebt u koeken, weet ik veel allemaal, wat wilt u nu doen? Koffie. Nu koffie. Dus moet nu zoeken achter brasserie, tea room achter. Nee, tea room dus. Wat is dat hier? En een stukje taart wilde ook eten. Koffie, taart, dan nog avondeten, Netflix en chill. En als je ligt te slopen, dan leek mijn zak op je vuur. Wat was die mensen? We zitten hier op terrasje. En in welk dorpje zitten we? Lid. Lid. En kijk, de Koen had hier taartje eten. Voorbereid op mijn pensioen. Taartje met slagroom en koffietje. Mm. Ik heb spuitwater en ik ga straks nog een soepje krijgen. Ik heb nog een portie bitterbalkjes besteld. Dan nog gewoon eten binnen. Als dessert. En toen ben ik goed uur allemaal eten. Nu ga ik trakteren. Straks ga ik ook trakteren. Klut. Zij is sowieso een klut voor het leven. Hè. Mm. Is het lekker? Ik wil wel een keer proeven. Allee! Allee, kom. Allee, zoetje. Steek het keer maar. Heel schattig, hè. Goed, je biedt ook wel geen bal. En niet beter bal. Wat doe je met mijn bal? Oh, jongens, toch. Voilà. Voilà, dat is de lifestyle, hè, Koen. Dat is de Pepe Blue lifestyle. En man. Zot, hè? Ik ben blij dat ik een keer mag van genieten eigenlijk. Ah, dat zou wel zijn. En dat is al daan zo bij u. Dat is al daan zo bij mij. Man, die man van Roeselaar. Ja, maar ja. Dat is... ja man. Dat is gewoon een lid. Is het lid. Voilà. Allee, geniet ervan. Hé, hey, maar dat is eigenlijk wel echt goede taart. Hè? Ja, het is huisgemaakt. Van het huis. Van het huis, ja. Oké. Okay. Dus, ondertussen zit weer het restaurant van de totaal goed attractief. Ik heb de kipsaté besteld. Het was 19,50 €. Ik ben eigenlijk al goed zin in een biefstuk, maar het was 30 €. Het was een beetje te duur, dus hij het goedkoopste. Dus niet zo. Broodmandje. Kijk zo, ik heb zo de Sprite en jij de cola. €2,90 voor een glas. Ik heb een smeet. En het kost een weer een beetje verder. Het straat de pizza heen van 10 Zeg dan. Maar we wel Himalaya zo uit. Ja. Oké. Dat is iets anders. Je doet echt van Himalaya voor. Ja, jongens. Maar ja, kijk, nu te voeten. Maar eerst hebben we. Want we zijn echt twee van die echte man die op het taal zijn. En wat hebben we gedaan, Koen? Ja. Oh, vind je het zo. Met Netflix Power Rangers gekeken op portaal.
Meer nerd de design acting. De meeste man doet wel iets anders op een notaal. Kijk naar de vrouwen en eten. Dat kan toch niet. Zoals het niet een treinmeter van akkoord roept moet. Neemt die tof op. Slom. Ja, goed. Dat heel veel steek. Wat? Dat heel veel steek. Dat heel veel steek. Ik word toch hard geslacht bij het. Dat is van het beeld. Dat is leefde vaas. Dat is leefde vaas. Goed, allez. We hadden een beetje proberen genieten van de schnitzel. En ik van mijn saté. Ik kan het heel goed saté. Best zuinig zijn met alles. 20 euro voor de saté. 5 blokjes kip op de stook. Doe dat niet. Ik les er nu mee naar u. Voilà mensen, het is 8 uur. Ik heb alleen in ons bed. En Koen, hoe voelt u? Oh, juist. Wat heb je hoest ervoor te doen, Koen? Geen zin, kan er niet opkomen. Hoe kan het er niet opkomen? Het is 8 uur. Twee volwassen mensen, man leiden in ons bed, op hotel. Hij noemt dat hotel. Hoe noemde hij dat dan? Want je had ineens een jacuzzi of een wellness, sauna, zwembad. Oh, je moet zelf je plezier maken, goed. Nou, de mensen weten dat niet, maar we waren eigenlijk onze relatieproblemen aan het bespreken. Maar ik heb geen probleem. Dat is jij. Ik niet. Nee, nee, maar ik heb ook geen. Kevin heeft geen probleem. Ben ik. Twee halfnakte mannen. Maar dat is dus naar Power Rangers kijken. Maar we kijken er alleen maar naar omdat we daarmee zijn opgegroeid. Dus op zich valt dat nog mee, het is gewoon nostalgisch. Ja. Moest je dat nooit gezien als kind en dan kijk je naar. Vandaar het probleem. Vandaar wel het probleem. Ja, en wat gaan wij nu nog doen vanavond? Praten over ons leven. Gewoon knuffelen. Of salto's. Hier is een lattenbodem. De kid salto's. De kid jump. Ja, geen meer. Oh, jongens. Ik ben zo moe, ik heb zo weinig slaap vannacht. Ja, jongens toch. Ja, dat was de voorhand, hè, man. Ja, ik weet het, maar ja, wat moet ik doen? Je weet als je zo'n leuke dag tegemoet gaat, dan je een beetje. Ik ben al blij dat het een apart bed is. Ja, slop al. Je kunt niet wel in een scheetgeur leiden. Dan zit dit blauw is maar 7 uur in de wind. Mooi hoe ben jij dan? Je ziet dit hem zitten in de auto en die kwam daar ging gaan eten, kwam er maar binnen, maar niet normaal. Sloop al. Ik zal dat er hier uit op kan. Hey, moesten we een keer weer zot doen en moesten we een keer uitgaan zo vanavond. Maar ik heb gezegd, dat is toch, ik weet niet hoe moe ze. Uitgaan, ik zie dan. Mijn kluit nog nu ligt hier. Ja, want het is gewoon een zotte buurt om mij. Hey, hoe was het eten eigenlijk? Ja, ik kan een schnitzel eten en ik heb niet een kipsaté eten. Was lekker? 46 euro. Ik in de stok met 3 stuk, echt letterlijk, 3 stukken kip op. 3? Maar als hij is toch 5? Ja. Maar je schnitzel was goed, hè? Maar ja, mijn brochette was ook goed, hè? Maar die groente niet opgegeten, maar ja, het was al zoveel. 3 stuk kip en frieten
met wat saus. Maar ja, ik heb dan straks die soep en die bitterbal nog eten. Ja, dan weet de plantiek in. Van de mensen trouwens suggesties aan voor mij, voor misschien een andere job uit te oefenen. Ook zat zelf te denken aan stresscoach. Ja, maar iedereen krijgt al stress van u. Dus mensen die met psychologische problemen zitten. Geen problemen, maar hier zo beperking. Maar oefent een beetje. Drempels als ze niet over. Oefent een beetje in het spiegel. Ja, ik ben aan een jobcoach geweest ook, maar ik weet het nog altijd niet. Ja, jong. Ik weet dat postboden zijn ook wel een gecompliceerd beroep is. En wat... Dat er ook wel een keer over nagedacht wordt. En wat is u voorgesteld voor te doen? De porno-industrie, maar ja, ik zei met de oud zijn. Hoe te oud? En afgeschreven. En OnlyFans? Ja, dan moet naar je Tanya Dexter eerst geen bericht sturen. Waarom? Hij zei helemaal thuis, hij coacht u, hè. Je zien in dan zetten. Nee. Tanya Dexter geeft u persoonlijke opleiding, interne opleiding. Ja. En dan kun je daar je beroep van maken. Ja, wel, maar hij zit toch ideaal ervoor? Tanya, als die vlog ziet... ja, Tanya, kijk wel dat... Ja, mooi. Ze wil overal mensen recruteren, mooi. Ja. Maar hij zou dan nog wat goed kunnen, zo OnlyFans. Ja. OnlyFans. Ja. Wat ga je dan doen, dag van Wandol? We zijn mee bezig. Dat je een depricot maakt. Serieus. Dat is niet schoon, maat. Ja, maar ja. Maar wel altijd. En Netflix. Drie zaks gesteen moet en ik ga water mee, want water is goed. Wat vind je zo goed? Gaan we nu goed slapen of wat? Zij is zotte format. Gaan we een film opsteken, zeg? Ik ging kennen, want u dans op een zaterdagavond. De meeste man moest hier zijn, zit hier niet. Zo. De meeste man? De meeste man zullen ergens anders zitten, ze nu. Waar zou de meeste man dan zitten? Cafeetje. Ja. Zijn wij caféhangers? Nee. Wat zou je dan doen? Dansingske. Café zitten. Dansingske doen. Café. Naar de bijfjes kijken. Maar ja, kijken. Wat, hey. Dat moet jij niet meer doen, Kevin. Het al, hey. Ik mag kijken. Ja, ja. Ik mag kijken, maar ik kom er niet aan. En jij, Koen? Nee, man. Wat doe jij? Maar moet jij ook niet mee kijken? Nee, ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet op duurde meer wat ik moet doen. Moet ik nu kijken of moet ik nu niet kijken? Ah, nee, ik kijk hem ook maar. Aankondigd. Ja. Heb je dan nog op dat feestje vorig jaar op je verjaardag? Of was dat Anouka verjaardag? Wat? Dat ik twee milfs aan de haak geslagen had. Gij? Ah, ja, eraan toe. Ja, wat was dat? Zijn ze jongens? Zijn ze hoog rechtuit? Ja, ik zou je ook wel een keer meepakken. Jij mag wel een keer meekomen, ze mannen. Jij mag wel een keer meekomen, ze mannen. Vind je wel dat we een strek te doen, of wat? Zijn we? Voor wat? We hebben een strek te doen. Een strek te doen? Een vrimpelde kop. Wat fuck, een kip doen met zijn neus. Allee. Zij weer. Van mijn duste om even tol met zijn. Allee. Kijk, ik 60 euro steek gegeten. Stel je voor zo'n gigolo, dat moet ook scheidwerk zijn, hè, maar. Een gigolo? Allee, die zit hij zit dat toch kunnen? Die zit toch vol van pil, maar. Je kunt dat toch niet doen? Ja, ja. En die man moet zo 3-4 keer... Ah, zo 3-4-5 keer op mijn hoofd zo'n meet van 70 voor. Gewoon een psycholoog nog een ding. En hoe was uw weekend? Waarom was stresscoach? Shit. Oh, fucking hell. Goed, meest. Eigenlijk moet ik nog altijd tonen wat ik gekocht heb op de beurs. Ja, nou, want dat wil ze wel zien. Ik heb dat nog niet gedaan. Ik heb ook wel wijs dingen gekocht. Oh. Maar helemaal gekocht op de beurs. In de prijs. Dat is scheet, maat. Dus. Ja. Maar we hebben al Tara Reid gezien. Ja. Wat was dat, jongen? Ja, man.
Zal zij moeten het mee vragen. Zijn ze ook niet meer moeten afkomen. Oh, je moest toch. Oh, kijk. Ik zal een keer doen wat ik allemaal gekocht heb. Zal ik je film kennen? Nee, dat is goed. OnlyFans. Wacht, ik ga het een keer allemaal doen wat ik heb gekocht. Je kunt een t-shirt helemaal iets goed zien. Alsjeblieft, jongen. Dat scheet, nee. Ja, ik dat verdiend. Dat voor een andere video zijn. Ik kan gewoon de video stoppen. Fuck dat, ga niet. Oké. Okay. Wil erover praten. Is er iets wat mij wil vragen? Wat doen wij hier eigenlijk? Ja, hé, hey, in de eerste instantie, ik vond het een goed idee, dat zei ik niet, hè. Ik heb niet tegengesproken of zo, maar ja. Het was uw idee, hè. Ja. Hij zei van, oh, we kunnen een hotel boeken. Ik zei van, ja, oké, okay, hotel, waarom niet? Ja, hiervoor niet. Eigenlijk, dan heb ik in de kist, maar nee. Hey, lekker. Maar hij zei, het is een shock op te vangen. Dan heb ik een halve kist. Ja, roken verboden, wat moet je er eigenlijk wel, maat? Pap! Haha! Dat is mooi. Smeerla. Oh nee! Oh, jongens dan. Goed, maat, ik ga de vlog afsluiten. Weet je wel, allemaal bedankt om te kijken. Hé, maar niet gevreesd, morgen naar een nieuwe vlog. Mega interessant. Ik ga niet verklappen wat het is, maar het gaat echt lid zijn. Lekker lid. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Deel hem alsjeblieft niet. Deel hem alsjeblieft niet. Nee, man. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. En dat gaat morgen zijn. Maar morgen gaan we een keer naar een gamebeurs gaan in Tilburg. We klappen het al, Kevin. Ah, maar dat heeft niet. Is mooi zo dat weet. Allee, goed. Salutjes, en in een andere video ga ik wel een keer tonen wat ik allemaal gekocht heb op een Blu-ray Daddy 82. Wat voor een vuile OnlyFans naam is dat, man? Blu-ray Daddy. Oh, jongste. Allee, zeg. Salutjes, hè. Koen, moet je nog salut zijn? Yo. Yo. Salut.